Dag dames en heren, hartelijk welkom hier bij de presentatie van Denkend aan Nederland over geschiedenis, nationaliteit en politiek. Het nieuwste boek van Remy Aerts. Mijn naam is Hanko Jurgens, ik werk aan het Duitsland Instituut. En ook in Duitsland wordt veel over identiteit en geschiedenis en verfassingspatriotismus gepraat. Mogelijk ben ik daarom gevraagd, maar ik denk het eigenlijk niet als moderator. Het verheugt mij zeer, Remy, om deze rol te mogen hebben. Ik wil ook graag de mensen in de livestream welkom heten. Ik heb begrepen dat er veel zijn, dus ook jullie hartelijk welkom. De Groningse historicus Ernst Kosman schreef beroemde woorden over de Nederlandse identiteit. En dan citeer ik: loop er liever met aandacht omheen. Bekijk het van alle kanten, maar stap er niet in. Behandel het kortom als een enorme kwal op het strand. Dus, ja, eigenlijk laat dat onderwerp maar even lekker rusten. Om het maar zo te zeggen, het is te complex om je daar als historicus mee bezig te houden. En het is zeer de vraag of dat vandaag de dag nog kan. De politieke druk is eigenlijk veel te groot om dit onderwerp zomaar links te laten liggen. De behoefte aan verhalen in de geschiedenis, die zijn er gewoon. En historici, ja, die zullen, of ze het willen of niet, toch op een of andere manier die behoefte moeten, daaraan moeten voldoen. Het is zoals Remy Aerts in zijn boek schrijft: geschiedenis is misschien voor de samenleving geen wissenschaft, maar een wielenschaft. Een, ja, je zou kunnen zeggen een wetenschap die toch een zekere aan zingeving doet en de behoefte aan verlangen naar erkenning, geborgenheid en gemeenschap daar toch op een of andere manier rekening mee moet houden. Daar niet helemaal los van staat. Zoals bijvoorbeeld blijkt bij de hele discussie over het Nationaal Historisch Museum en over de kanon, de Nederlandse kanon. En ik neem aan dat we later hier ook uitgebreid nog over dat soort onderwerpen spreken. Maar ik wil eerst Remy Aerts introduceren. Remy Aerts is een leerling van Ernst Kosman. En hij heeft mij wel eens gezegd dat hij, als hij achter zijn bureau zit en een hele dag geschreven heeft, denkt van, goh, wat zou Kosman hiervan vinden? En Kosman komt ook heel veel voor in dit boek. Maar de kwal, het eromheen lopen, dat vinden we niet meer terug. En ja, daar gaan we het dus toch een beetje over hebben. Remy Aerts studeerde geschiedenis in Groningen, was daar docent, werd hoogleraar politieke geschiedenis aan de Radboud Universiteit en is sinds 2017 hoogleraar Nederlandse geschiedenis aan de UvA. Hij heeft een lange carrière van dienst en ik noem slechts drie boeken, want we kunnen er nog veel meer noemen. Zijn dissertatie, De Letterheren, Liberale Cultuur in de 19e eeuw, het tijdschrift De Gids uit 1997, Land van Kleine Gebaren, een politieke geschiedenis van Nederland, dat hij samen met Herman de Lierge Beul, Pieter Roy en Henk de Velde schreef. En natuurlijk Thorbecke Willert, biografie van een staatsman. Dik boek, met veel interessante kennis en waar Remy zelfs nu nog vaak veel correspondentie over heeft van mensen die hem brieven en mails schrijven als ze het boek gelezen hebben. Remy, aan jou het woord. Goed, dankjewel Hanko voor deze introductie. Dames en heren, hartelijk welkom dat u dit mooie weer vanavond getrotseerd hebt om hier aanwezig te zijn. Dat waardeer ik zeer. En ook de mensen in de livestream die nu ergens achter een beeldschermpje zitten in plaats van leuk buiten dingen te doen. Dat getuigt van een diepgaande betrokkenheid bij dit vak. Dames en heren, een paar woorden over waar dit boek, wat dit boek eigenlijk wilde, wat ik ermee wilde. Vanuit de overtuiging dat geschiedenis in ons alom aanwezig is. U zult het beamen, u bent zelf betrokken bij, heeft belangstelling voor dat vak, dus u zult dat op allerlei manieren merken. Geschiedenis is alom aanwezig.
vaak onbewust. Hè. We zijn ons dat helemaal niet bewust hoezeer geschiedenis in ons aanwezig is. Maar heel vaak merken we ook geschiedenis is sturend, is soms zelfs dwingend aanwezig. In persoonlijke herinneringen, om te beginnen, in collectieve herinneringen, in collectieve ervaringen, in de taal en de begrippen die wij gebruiken, in alle cultuur die ons omringt, allemaal historisch gevormd op een of andere manier, in het socialisatieproces waar wij, hè, wat wij in ons leven doorlopen, zowel ten opzichte van elkaar als individueel. In het bestuurlijk bestel waarin wij leven en functioneren. Al die dingen zijn door en door historisch gevormd. Elk mens in zekere zin functioneert mentaal voor een groot deel op basis van routines, ervaring, overgedragen kennis en waarden. Die zitten heel diep en voortdurend in ons. Geschiedenis vormt identiteiten. Geschiedenis vormt ook alteriteiten. Geschiedenis vormt cultuurpatronen. Vormt hiërarchieën, vormt padafhankelijke processen en creëert verbeeldingsgemeenschappen waarvan de natie, de nationale gemeenschap, er één is. Poetins inval in Oekraïne wordt gelegitimeerd door een beroep op historische voorstellingen. Voorstellingen van Russische geschiedenis, Ruslands religie, cultuur, omvang en bestemming. Dit type historisch worteltrekken, ik behandel dat in het boek in het apart hoofdstuk, historisch worteltrekken, hè, dat wie heeft de oudste rechten op bezit en aanwezigheid. Dit soort historisch worteltrekken ligt ten grondslag aan al dergelijke claims, aanspraken. Of dat nou van Rusland is, of in de huidige discussie in Hongarije, of van China, of ook in elk van de landen, ook in ons land, van nativisten, van mensen die vinden dat de eigen bevolking grotere claims op het eigen land heeft dan anderen die later zijn gekomen. Maar ook het zoeken naar roots en identiteiten die worden bepaald door historisch leed en sociale onrechtvaardigheid doen een beroep op het verleden. De geschiedenis is in al die gevallen argument. In de huidige samenleving is heel sterk die vraag aan de orde naar ieders plaats en rol in de nationale geschiedenis. Moet de nationale geschiedenis een thuis bieden? Is dat de taak van de geschiedenis? Is de nationale geschiedenis een verhaal van Nederland, zoals in de televisieserie die recent is uitgezonden, waar meer dan 2 miljoen kijkers naar waren? De kwestie speelt ook zijn schulderkenning en excuses nodig voor delen van het verleden? En zo ja, van wie, aan wie en namens wie moet dat dan gebeuren? En voor welk van de vele vormen van sociale onrechtvaardigheid waaruit het verleden nou eenmaal ongeveer geheel bestaat? Met andere woorden, waar is geschiedenis voor? En van wie is de geschiedenis? Wie gaan er over de toegang tot de geschiedenis en het geschiedverhaal? Wie hebben hier de regie in dat bedrijf? Welke voorvormende rol vervullen de al gevestigde geschiedverhalen, hè, die als het ware laag na laag, eeuw na eeuw een beeld gecreëerd hebben dat een bijna zelfdragend is geworden en waarachter we het echte verleden bijna niet meer kunnen terugvinden? Daarover, over die vragen, gaat het vanavond. Daarover gaan we discussiëren. Mijn boek heeft is gedacht vanuit een aantal thema's. Wat ik allereerst wil, en daarom heet het boek ook Denkend aan Nederland, is nadenken over hoe wij geschiedenis maken. Geschiedenis is in hoge mate een maakproces, dat is er niet zomaar, dat construeren we elke keer, daar zijn we voortdurend mee bezig. En je moet leren nadenken over hoe wij dat eigenlijk doen en waarom wij dat doen. Dat is ook wat ik met mijn studenten hier aan de UvA probeer, en daar een deel van dit boek is voortgekomen uit de colleges die ik in Amsterdam in de afgelopen jaren heb gegeven. In het bijzonder het nadenken over nationale Nederlandse geschiedenis. Want, en Hanko Jurgens zei het al, in mijn voorstelling in het boek, geschiedenis is wel een wetenschap, maar het is ook vooral een willenschap. Omdat geschiedenis namelijk in hoge mate gestuurd wordt door gebruik, door functie, door de bedoeling die wij ermee hebben. Wij zijn niet zozeer geïnteresseerd in het verleden als zodanig. Wij zijn vooral geïnteresseerd in
interpretaties van de geschiedenis. Wat we met die geschiedenis kunnen en willen. Wat wij eruit kunnen halen voor onszelf of voor anderen. We willen bevestiging. We willen erkenning vinden in de geschiedenis. We willen toegang krijgen. We willen aanspraken kunnen doen. We willen gezag vestigen. We willen gelijk krijgen. Allemaal met een beroep op de geschiedenis. En dat geldt voor Poetin. Ja, maar het geldt in zekere zin ook voor het zoeken naar allerlei vormen van identiteit of wortels. Ik probeer in dit boek 5 functies, 5 manieren van gebruik van geschiedenis te identificeren. Een daarvan is het meest bekende, het meest voorkomende, het meest gebruikte sinds het vak zich in de 19e eeuw heeft ontwikkeld. De identiteitsfabriek, het creëren van identiteiten binnen de gevoelens, een nationale samenleving door middel van geschiedenis. Wat wij nu in het onderwijs heel veel doen en proberen, en ook weer in de discussie nu over burgerschap, dat is als het ware de tweede functie. Geschiedenis dient voor de vorming van een open, kosmopolitisch, democratisch burgerschap. Daar willen we jongeren in opleiden, daar is de geschiedenis voor. En geschiedenis scherpt ons oog voor empathie, voor andere volken, andere culturen, andere tijden. En daarom kan het heel goed, zeg maar, werken als, om die democratische attitude te bevorderen. Ten derde, waar we op dit moment ook heel sterk mee bezig zijn, geschiedenis als rekenschap. Geschiedenis in dienst van wat je zou kunnen noemen nationale therapie. Namelijk dat een samenleving in het reine moet komen met zijn verleden en in zekere zin een oplossing moet vinden voor de hele sterke tegenstellingen binnen de eigen samenleving die ergens hun wortels in de geschiedenis hebben. Landen moeten als het ware therapeutisch bij zichzelf te raden gaan en tot een oplossing zien te komen. Dat is een belangrijke functie, zeker tegenwoordig. Ten vierde, geschiedenis heeft ook heel plat een functie als beleidsadviseur. Als het gaat om stadsgeschiedenis, als het gaat om terrorismebestrijding, als het gaat om het instrueren van militairen die naar het buitenland worden uitgezonden, dan is historische kennis een heel belangrijke vorm van advies dat men moet kunnen meekrijgen. En ten vijfde, en dat zullen veel historici herkennen, geschiedenis is ook een soort alternatievenreservoir. Wij zijn gewend aan een bepaalde samenleving, maar de geschiedenis confronteert ons telkens met een hele andere wereld, een andere samenleving met andere waarden. En in zekere zin kunnen we daar elke keer weer uit putten en inspiratie ontlenen aan datgene wat we vergeten zijn, maar wat in zekere zin in het verleden nog altijd in de bibliotheek, in het archief ligt opgeslagen. Wat kan nationale geschiedenis zijn, dat is de tweede of de derde vraag in mijn boek. Wat kan nationale geschiedenis nog zijn in een postkoloniale, multiculturele samenleving met 2,5 miljoen burgers in dit land die een andere dan de Nederlandse achtergrond hebben, op een of andere manier. Want wij zijn in zekere zin een samenleving die bestaat uit de nazaten van daders of mensen die geprivilegeerd zijn geraakt door het verleden en slachtoffers. Gedepriveerden mensen die, en voor een deel, zeg maar, als het, dat gaat dan nog om de verhouding van Nederland tot zijn koloniale geschiedenis, maar we staan voor een deel onze samenleving ook uit mensen die gewoon een andere culturele achtergrond hebben, vanuit een andere cultuur in Nederland zijn gekomen en ook die bindingen aan die andere cultuur en de geschiedenis daarvan behouden hebben en meenemen. We zijn ook een samenleving geworden inmiddels met andere waarden, andere humanitaire waarden dan in het verleden en daarmee kunnen wij veel moeilijker nog waardering opbrengen voor die criteria die vroeger leidden tot trots, roem, grootheid, machtsuitoefening, disciplinering, al die dingen waarin traditioneel landen hun trots aan ontlenen. Wij vinden dat in een moderne humanitaire samenleving veel moeilijker om daar nog trots aan te ontlenen. Sterker nog, ze zijn voor een deel een bron van schuldbesef en discussie geworden. En tenslotte, er zijn langzamerhand in Nederland steeds minder groepen die nog een hele vaste binding aan de geschiedenis hebben, aan Oranje of aan religie. En vanuit dat perspectief, als het ware, betrokken zijn bij de oudere Nederlandse geschiedenis. Eigenlijk het enige bindmiddel dat in de moderne samenleving nog bestaat als het gaat om nationale geschiedenis, is de Tweede Wereldoorlog en de erfenis daarvan. De vraag die ik hier in dit boek aan verbonden heb is, als je het over nationale geschiedenis hebt, wat is er dan eigenlijk nationaal aan? Want wanneer we uitzoomen en we zien hoeveel van de processen er eigenlijk trans of internationaal zijn, dan is de vraag, wat beschrijf je eigenlijk als je nationale geschiedenis beschrijft?
En tot slot, bij deze reeks vragen, is nationale geschiedenis eigenlijk wel geschiedenis van iedereen? Want welke groepen zijn in die geschiedenis veel en beter vertegenwoordigd dan anderen? Wat is er dan eigenlijk nationaal aan als er een zo grote over- en ondervertegenwoordiging kan worden geconstateerd? Dus, aan de ene kant kunnen we willen dat nationale geschiedenis multiperspectiefisch is, hè, een moderne nationale geschiedenis, dat die divers is, dat die veelkleurig en veelstemmig is. Dat zijn allemaal wensen die tegenwoordig worden ingebracht. Maar tegelijkertijd, zoals Hanke Jurgens in de introductie al zei, we vragen ook aan een geschiedenis die samenhangend, bindend en boeiend moet zijn en een soort verhaalkarakter moet hebben waarin iedereen kan worden opgenomen, wat ook goed leest als een verhaal. En dan is de vraag, en dat is een vraag die ik een aantal keren in dit boek aan de orde stel, ik kan hem niet beantwoorden, maar ik kan hem stellen. Is dat mogelijk? Kunnen we een multiperspectiefische en gelaagde geschiedenis creëren? Kan geschiedenis een inbrengmarkt zijn van allerlei wensen en van pogingen tot representatie en van aanspraken? En kan het tegelijkertijd dan nog op een of andere manier een samenhangend verhaal zijn? Moeten we dat ook nog willen om dat te doen? Ik kan al die vragen niet per se beantwoorden, maar wat ik probeer te doen, dat nadenken over geschiedenis, dat is de gevestigde ideeën, de gevestigde voorstellingen van wij, van nationale geschiedenis, of over tolerantie, of over burgerlijke cultuur, over identiteit, al die dingen die we zo sterk associëren met de Nederlandse geschiedenis, die probeer ik als het ware af te pellen en binnenste buiten te keren. Ik laat de constructie zien van de manier waarop we nationale geschiedenis maken. En dat doe ik niet om alles af te breken, maar dat doe ik om ruimte te maken voor het zoeken naar een nieuw soort nationale geschiedenis. Want dat nationale kader van de geschiedenis, geen misverstand erover, blijft ook voor mij een zeer relevant, levend kader. Want de nationale gemeenschap is tot nu toe de enige democratisch gelegitimeerde rechtsstatelijke gemeenschap waar wij deel van uitmaken. Het is onze onmiddellijke leefomgeving en daarmee blijft nationale geschiedenis in hoge mate relevant. Mijn boek is een tussenstap. Ik maak de balans op van hoe wij tot nu toe Nederlandse geschiedenis hebben vormgegeven. Zonder twijfel, ik erken het direct, ontbreekt er nog heel veel aan. Andere perspectieven, onderbelichte groepen, perioden en processen. Ik heb ze hier nog niet aan de orde gesteld, want ik ben in zekere zin ook een inmiddels bijna 65-jarige historicus. Dus ik heb duidelijk mijn beperkingen en ik heb niet alle onderwerpen onderzocht waar expertise over bestaat bij u bijvoorbeeld in de zaal en de mensen die dadelijk zullen commentariëren op mijn boek. Ik heb dat nog niet gedaan. Ik laat dat ook heel graag aan andere historici. Maar ik zal heel graag zien of de voorstelling van wat Nederlandse geschiedenis is, van en voor wie, of die voorstellingen, hoe die er over een jaar of 10 zullen uitzien. En daarmee open ik heel graag deze discussie, dit gesprek over deze thema's. Dankjewel, Emmy. Ga zitten. Wees welkom aan tafel. De opzet van de avond is als volgt. We hebben vier sprekers uitgenodigd die alle vier kort commentaar geven op het boek. En daarna volgt een korte discussie hier aan tafel. En kunt u ook vragen stellen vanuit de zaal. En ik wil eerst vragen aan Agnes Kremers om naar voren te komen. Zij is een echte publiekshistoricus, historica moet ik zeggen. Zij heeft een eigen projectbureau van gisteren en een educatieplatform F-Site. Heeft lang gewerkt bij de vrouwenrechtenorganisatiebureau Clara Wichman. En is gespecialiseerd vooral in gendergeschiedenis en werkt nu aan een boek over verzetsvrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. Dankjewel voor deze mooie introductie. Allereerst heel veel dank voor de uitnodiging. Het is een hele eer om hier te staan. Ik heb al veel geleerd van Denkend aan Nederland. Misschien is de kennis alleen nog niet helemaal ingedaald, want ik vond in het hoofdstuk De Oranje Republiek de naam Maria Hulshoff staan. Dat is een feministe en een republikein van eind 18e, begin 19e eeuw. En ik kende haar nog niet, maar dit is vanaf nu mijn nieuwe heldin.
En dat lijkt mij nou ook een voorbeeld van historisch worteltrekken en misschien zelfs identiteitspolitiek. Maar daar ben ik mij nu, na het lezen van het boek, in ieder geval van bewust. Mij is gevraagd om het hier op te nemen voor vrouwengeschiedenis en dat doe ik heel graag. En daar ben ik zelf nog even. Van vrouwengeschiedenis kan je altijd wat vinden. Een aantal van mijn eigen ervaringen op een rij. Mijn docent geschiedenisdidactiek verzuchtte ooit bij het doornemen van verschillende benaderingen van geschiedschrijving vrouwengeschiedenis, ook zoiets vermoeiends. Toen ik bij een onderwijsinstelling mijn educatieplatform over historische vrouwen introduceerde, werd mij verteld dat mensen hier waarschijnlijk zo'n vingertjeswijzend gevoel bij zouden kunnen krijgen. In een gesprek met de fonds sloeg de projectleider een hand op mijn schouder en vroeg lachend: noem zelf dan eens 5 vrouwen. En ter informatie, Els Kloek had toen haar 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis al lang gepubliceerd. Dat zijn echte ervaringen van voor 2017. Dat was voordat de Grab Them by the Pussy president gekozen werd en zwaar bevochten rechten opnieuw bevochten moesten worden. Voordat de MeToo-beweging uit de grond werd gestampt en veel mensen wakker werden geschud door het besef dat seksisme toch echt van alle tijden is. 2017 was het jaar dat er nieuwe energie werd geblazen in de feministische beweging en feministische initiatieven weer breder werden omarmd. Met ons platform kwam het dat jaar ook goed, maar tekenend is het wel. Genderzaken zijn trendgevoelig. Dat wil ik graag onderbouwen met een prent. Daar valt hij bijna. In ons onderzoek naar de kiesrechtbeweging van eind 19e en begin 20e eeuw stuiten wij op deze spotprent uit 1894 uit het dagblad De Amsterdammer. Nou, u kunt het zelf zien, maar ik schrijf het toch nog even kort. De hoed en de jurk van deze vrouw zijn te breed voor het stemhokje. Hier worden kiesrechtfeministen geframed, maar deze prent staat voor een veel breder fenomeen. Vrouwenrechten worden gezien als een luxe product. Het zijn enkel zogeheten dames die zich hiermee bezig kunnen en willen houden. Deze framing lijkt nog steeds overheersend in ons historisch besef. Bij Nederlandse kiesrechtfeministen wordt nog steeds niet echt gedacht aan activisten. Het is interessant dat spotprenten als deze meer impact lijken te hebben gehad dan bijvoorbeeld deze foto uit 1916. 18.000 mannen en vrouwen uit alle windstreken en klassenbreed gaan de straat op voor het vrouwenkiesrecht. Deze foto geeft de beweging veel beter weer dan de spotprent, wat bijvoorbeeld ook bleek uit de tentoonstelling over vrouwenkiesrecht van Mieneke Bos uit 2019. Dat deze feministische beweging nog altijd niet als volwaardig wordt gezien, zegt veel over de perceptie van vrouwengeschiedenis in het algemeen. Daarbij drukt een foto als deze ons ook met de neus op de feiten, want hoeveel van deze vrouwen kennen we nu nog bij naam? De strijd van Alette Jacobs was een strijd van velen en vond eveneens plaats in de toenmalige koloniën, maar wordt vaak heel individueel voorgesteld. Het doet mij denken aan het huidige emancipatiedebat rondom het glazen plafond. Het lukt maar een beperkt percentage vrouwen om in de buurt te komen van het plafond. Dat debat gaat dus niet over systematische gelijkstelling van vrouwen, want een huishoudelijk werkster heeft hier heel weinig bij te winnen. Sterker nog, hoe meer vrouwen door dat plafond heen breken, hoe meer zij waarschijnlijk moeten boenen, zonder dat er gerept wordt over haar rechtspositie. Het is ook slechts een beperkt aantal vrouwen gelukt om door het glazen plafond van de geschiedschrijving te breken. Nu zijn vrouwen stelselmatig onderschat, dus het wordt ook tijd dat zij mee mogen doen aan historische wedstrijden. Maar uiteindelijk gaat dit slechts over een heel klein percentage dat voldoet aan de mannelijke norm van succes. Het zijn enkelingen die binnen de kaders van het patriarchaat toch voldoende macht en invloed konden vergaren en zo bijvoorbeeld de kanon weten te bereiken. Maar zoals gezegd, er lijkt een verschuiving gaande. Na de hoogtijdagen van genderstudies in de jaren 80 en 90 is er nu weer aandacht voor gendergeschiedenis. Meer aandacht voor gendergeschiedenis, moet ik zeggen. Dat zie je bijvoorbeeld terug bij de aandacht voor vrouwen in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op dat terrein begeef ik mij ook, samen met mijn collega Mark Bergsma. Wij werken aan een boek over Nederlandse verzetsvrouwen en we zijn zeker niet de enige. We kunnen wel stellen dat verzetsvrouwen met een heuse comeback bezig zijn. Er is ook heel wat in te halen natuurlijk. Zie hier op deze sheet een selectie van publicaties van de afgelopen 15 jaar. En dat zijn ze nog niet eens allemaal.
Het is een prachtige opbrengst, maar toch lijkt verbazing te overheersen als er weer een publicatie over een vrouw verschijnt. Een vrouw in het verzet wordt nog steeds ervaren als een rariteit. Ondanks deze vele publicaties lijkt het mannelijk perspectief op wat verzet is en wie er aan deelnam, maar niet te kantelen. En daar krijgt vaak een oude witte man de schuld van. Zo ook in dit debat. Ik haal hem erbij. Dat is Lou de Jong. Zijn Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog heeft een grote stempel gedrukt op het verzetsnarratief. En we kunnen wel stellen dat hij daarmee veel vrouwen over het hoofd heeft gezien. Nu wordt er in media en publicaties wel gesuggereerd dat Lou de Jong helemaal geen vrouwen noemt. Of bijvoorbeeld alleen maar Hanni Schaft. En dat is niet waar, dan neem ik het graag een klein beetje voor hem op. Want als ik eerlijk ben, waren wij zelfs wel verrast hoeveel vrouwen van onze lijst toch nog in zijn werk voorkwamen. Maar veel interessanter is de vraag hoe hij over verzetsvrouwen spreekt en hoe hij daarover schrijft. Zijn benadering illustreert hoe vrouwen vaak het onderspit delven in de geschiedschrijving. De Jong mist de zogeheten genderbril. De Jong plaatst vrouwen veel te vaak in een ondersteunende rol of als bijfiguren. Terwijl vrouwen juist sleutelfiguren waren en hun verzetswerk vele malen omvangrijker en bepalend was. Voormalig NIO-directeur Marjan Zwegman zette uiteen dat de Jong, als typische man van zijn tijd, niet de zorg voor onderduikers meerekent, waar juist veel vrouwen in hebben geparticipeerd. Bovendien concentreert hij zich op fulltime verzetstrijders. En dat is zonde, want gehuwde vrouwen met kinderen hebben niet altijd de mogelijkheid gehad om zich zomaar aan hun gezin te onttrekken. Maar dat maakt hun verzetswerk zeker niet minder indrukwekkend. Kort samengevat, een genderbril op de geschiedschrijving zou voor iedereen een verrijking moeten zijn. Maar de bril wordt nog lang niet altijd als noodzakelijk gezien. De huidige situatie in de Verenigde Staten zou ook een eye-opener moeten zijn voor historici. Vrouwen moeten stelselmatige aandacht krijgen. Hiervoor zouden ze niet zelf elke keer weer de barricade op moeten. Genderzaken zijn geen luxe product, ook niet in de geschiedschrijving. Dank u wel. Dankjewel. Ik kom aan tafel. Het woord is aan James Kennedy, hoogleraar moderne Nederlandse geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Van 2015 tot 2020 was hij dean van het University College daar. Hij is nu ook voorzitter van de Canoncommissie en columnist bij Trouw. Ik weet niet of je het nog steeds bent, maar dat allemaal hele interessante columns. Ik zou mijn abonnement weer opdoen, dus toevoegen. Nee, maar ja, absoluut. Ja, heel goed. Eigenlijk kan ik wel uit eigen ervaring zeggen dat James Kennedy een heel welkom geluid was in 1995, omdat hij als jonge Amerikaan een proefschrift schreef, Nieuw Babylon in aanbouw, over de jaren 60. En wij allemaal als, nou niet eens zo heel veel jonger, maar toch wel net weer iets jonger historici, heel erg daar tegenop keken, omdat hem het wel lukte, wat al die oude Nederlandse historici, maar met moeite lukte eigenlijk. En natuurlijk is hij ook uitgenodigd, omdat hij in 2017 een beknopte geschiedenis van Nederland publiceerde. Eigenlijk een boek dat geschreven is voor de Amerikaanse markt, maar in het Nederlands vertaald en inmiddels een achtste druk heeft. Dankjewel. Goedenavond en ook gefeliciteerd met het voltooien van je boek, Remy. Ik ben ook vereerd om hier te zijn. Ik wil een paar reflecties geven, denk ik, mede aan de hand voorzitter zijn van de Canoncommissie. De canon is in 2005, 2006, dus een nationale canon moest komen om als het ware de Nederlandse identiteit vast te leggen. Dat was de bedoeling. En de meeste mensen van de oorspronkelijke canoncommissie hebben echt geprobeerd om daarvan uit te komen, om dat eigenlijk niet te doen. En dat is ook wel zo bij onze commissie, de herijkingscommissie van de Nederlandse canon. We hebben niet getracht om de Nederlandse identiteit vast te leggen. En in die zin, denk ik, zijn we een goed gezelschap met de twijfels die ook Remy heeft geuit over identiteit. En dat dat eigenlijk dan wel de doel zou moeten zijn van nationale geschiedschrijving.
Ik denk dat we met elkaar eens zijn op een ander punt. Hoewel je hem niet citeert, is het werk van Wil Thiemeyer van het WRR, Wetenschappelijk Raad voor het Regeringsbeleid, waarin hij zegt dat eigenlijk de opdracht die wij hebben is niet om Nederlandse nationale identiteit vast te leggen, maar om te kijken wat voor identiteit wij willen hebben. Dus wat voor identiteit willen wij als Nederland hebben voor de toekomst? En laten we daar de discussie over hebben. En niet vastleggen van, want daar komen we niet uit. Het is eigenlijk iets dat onmogelijk is om vast te leggen. Laten we gewoon denken van, nou, waar willen we met z'n allen voor staan? En ik denk dat de geschiedenis daar ook een rol in zou moeten spelen, zou mijn stelling zijn. Nationale geschiedenis kan en ook wel helpen aan het bouwen van een gewenste identiteit van Nederland. Nou, hoe dan en op welke manier? En in sommige opzichten, wat ik zeg, zijn dingen die andere sprekers zullen zeggen, vermoedelijk. En ik denk dat Remig daar ook mee eens is. Maar bij één heb ik wel een vraag of Remig daarmee eens zou zijn en hoe hij hier op zou gaan reageren. De eerste is, je kan zeggen van, ja, een deel van wat wij deden in de kanon van Nederland en waar wij nog verder had in kunnen gaan als wij een opdracht hadden om een hele nieuwe kanon te schrijven, was ook Nederland op zijn breedst te laten zien. Al de verhalen te horen die dan ook wel misschien het verleden verguisd zijn of vergeten zijn of bijna nooit aandacht heeft gekregen en daar dan ook wel meer aandacht aan te geven, omdat een belangrijk onderdeel is van de nationale geschiedenis. En de vorige spreker heeft daar ook een voorbeeld van gegeven op basis van vrouwengeschiedenis in Nederland. Dat is denk ik ook een opdracht, zodat de verschillende delen van Nederland ook wel op volle wijze kunnen participeren in vorm van nationale gemeenschap, denkend aan wat voor identiteit we in de toekomst met z'n allen zouden willen. Dus je zou kunnen zeggen in dit geval ruimte scheppen voor andere stemmen, zoals Remig Aerts dat ook heeft gearticuleerd, denk ik als zijn vierde motief. Ook de vraag van wie daarin mag participeren, wie mag de geschiedenis bepalen, dat is daar ook onderdeel van die discussie. En tweede zou ik zeggen, wat de kanon tracht te doen, denk ik ook wel belangrijk is, denken aan hoe kan historici bijdragen aan die vraag van waar willen we naartoe, is zeg maar de therapeutische functie. Maar je kunt zeggen, wat betekent dit allemaal? Hoe moeten we dit ook in ethische, morele zin afwegen wat er in het verleden is gebeurd? Hoe kunnen we dan, hoe moeten we daar dan wel mee om? En we hebben ook getracht door meerstemmigheid in de kanon te plaatsen om reflectie mogelijk te maken over het verleden, opdat wij dan ook wel betere reflecties kunnen bieden voor de toekomst. Dus in die zin zie ik ook dit wel heel goed passen bij hetgene dat ik denk Remig Aerts zou toejuichen. Maar er is nog een laatste functie, zou ik zeggen, van de kanon. Waar ik toch wel even de aandacht aan wil geven en waar ik, Remig, dacht ik niet zoveel over heb gehoord, hoewel ik denk dat zijn houding hier wel ambigu in is. En dat is dus van, in welke mate is het verleden nou maakbaar? Kunnen wij het verleden maken? Hebben wij de volle ruimte om geschiedenis te maken wat wij willen dat het is? Ten dienste van de toekomst. Ten dienste van onze eigen verlangens. Ten dienste van onze eigen identiteiten. Ten dienste van onze eigen waarden. Kan dat in alle opzichten? Dat historici makers zijn, daar twijfel ik niet aan. Maar de materie waarmee historici te maken hebben is niet onbeperkt. Materie waar wij als het ware dingen moeten zien te kneden of schilderen, dat is niet alleen aan voor ons te bepalen. Dat is deels door het verleden voor ons bepaald. Wij zitten in bepaalde opzichten ook vast aan ons verleden. Wij kunnen er niet omheen. We kunnen niet zomaar een identiteit daarboven plaatsen en zeggen van, nou, zo hebben we dat verleden werkt.
Geschiedenis legt een aanslag op ons, legt een beslag op ons, dat wij niet kunnen, dat wij niet altijd kunnen verwerken, dat wij niet alle tijd naar ons hand kan zetten. Het is iets dat ook in bepaalde opzichten buiten ons grip blijft. En dat is denk ik ook iets dat heel belangrijk is, dat historici weten. Dat de doorwerking van het verleden gaat door, hoe wij dan daar ook over denken. Natuurlijk, de manier waarop wij het benaderen is allemaal door onze eigen interpretaties. Maar het verleden is niet volledig kneedbaar. Het verleden is niet volledig maakbaar. En ik denk dat in de inleiding Remig Aerts ook aangeeft waarom dat ook niet zo is. Maar ik denk dat kanon betekent ook, en kanon is het dat wij dan wel zeggen van dit is het verleden. Dit zijn processen die ons gevormd hebben, of wij dat willen of niet. Als wij dat graag zien of niet, of we dat hebben gezien of niet. Dit zijn processen waar wij mee te maken hebben. En ze ontlenen zich niet zo makkelijk voor onze identiteit. Ze ontlenen zich niet eigenlijk zo makkelijk voor onze doelen. Ze zijn eigenlijk in het verleden, bepalen ze ons en leggen ons in belangrijke mate vast. En dat is denk ik ook een belangrijke taak. En ik zou zeggen dus, ook de kanon van de Nederland en waarom wij een kanon hebben met die 50 vensters. Is aan de ene kant, zou ik durven zeggen, ik poneer vanavond, is wij proberen aan te geven, ook met onze hoofdlijnen, dit is wat de Nederlandse geschiedenis ons heeft gebracht. Dit heeft een bepaalde, dit legt als het ware, dit bepaalt wie wij zijn, of wij dat willen of niet. En dat is onze taak om dat te laten zien. En natuurlijk, door die vensters ook wel ook te veranderen, geven wij ook aan dat de inzichten over wat eigenlijk, hoe het verleden ons vastlegt, ook op den duur verandert. Dat het ook wel afhankelijk is van interpretatie. En dus de kanon ook eigenlijk vooral ook het belangrijk is dat de kanon omstreden is. Wij leggen een interpretatie op het verleden. Dit zijn de vastigheden die je eigenlijk moet weten over het verleden. Maar we weten tegelijkertijd dat dit wel doelwit moet zijn van verschil en van interpretatie. En dat is denk ik vooral wat historici zou moeten geven. Dat zij dan zeggen van, luister Nederland, zo staan wij zijn hier. Dit is het verleden. Dit is wat ons bepaald heeft. Maar gegeven dat, hoe moeten wij verder als land? Dank je wel. Dankjewel. Dan nodig ik nu graag Patricia Gomez uit. Historica en onafhankelijk onderzoeker, geeft cursussen en organiseert symposia. In 2003 schreef zij een boek over de rol van beeldvorming in het moeizame proces van de afschaffing van slavernij in Suriname. En in 2022, oftewel dit jaar, komt een nieuw boek uit. Denken over de transatlantische slavernij en racisme, de drie gezichten van Nederland. Ja, dankjewel voor de introductie. Goedenavond allemaal. Ik ben een beetje van slag af, want ik door de laatste spreker en ook een beetje omdat er was gezegd dat we kritiek moesten leveren op het boek en niet echt je eigen verhaal vertellen. Maar ik bevind me in zo'n illuster gezelschap dat ik dacht, ik ga mezelf toch wel even positioneren hier. En daarna, eventueel, als er nog tijd voor is, de kritiek geven. Want het is een heel mooi, groot, dik boek. Ik heb het met heel veel plezier gelezen. Heel veel informatie. Heel veel nieuwe interpretaties ook. Maar daar kan je niet 1, 2, 3 iets op zeggen. Maar ik wil één ding, wil ik wel op inzoomen. En daarvoor moet ik dan toch ook mijn eigen positie weergeven. Dus niet alleen omdat ik in een illuster gezelschap hier ben waar ik eigenlijk niet in thuis hoor. Maar ook omdat ik op een bepaalde manier kritiek wil geven. Ik hoop dat ik duidelijk ben. Ja? Het is recht in de microfoon. Wat zeg je? Ik moet recht in de microfoon spreken. Oké, dankjewel. Kan ik niet. Goed. Heb ik al bedankt voor de uitnodiging? Ja, oké.
En wij bedankt dat je aanwezig bent. Oké, goed. We weten allemaal dat het geschiedenisverhaal het fundament is waarop groepen en samenlevingen worden gebouwd. Het is dus erg belangrijk of je erin voorkomt en of je eraan mee mag schrijven. En daar moest ik ook aan denken bij uw verhaal, zo net over dat de geschiedenis niet kneedbaar is en dat wij er eigenlijk een beetje aan zijn overgeleverd, toch? Ben ik niet echt helemaal mee eens. Maar goed, er komt nu ga ik vertellen waarom. Het is dus belangrijk wat ik net zei, of je in het verhaal voorkomt en of je eraan mee mag schrijven. En in Nederland loopt de toegang hiertoe, volgens mij, langs een color line. Ik heb eerder debatten hierover georganiseerd en lezingen gehouden. En mijn boek, dat volgende maand uitkomt, gaat hier ook over. Ik laat hierin zien hoe onze toegang tot het geschiedenisverhaal, tot het geschiedenisbedrijf en tot de samenleving wordt belemmerd door racisme. Dat woord wordt nooit uitgesproken, bijna nooit uitgesproken. Er worden hele mooie verbloemingen voor bedacht, terwijl het juist zo'n krachtig ordeningsprincipe is. Dit racisme past zich in Nederland steeds opnieuw aan de veranderende omstandigheden en aan onze strijd ertegen. Ik heb voor mijn verhaal, voor mijn boek, Applied History gebruikt, de methode. Dit is geen favoriete methode bij historici en uitgevers, omdat je de geschiedenis als instrument gebruikt om een maatschappelijk doel te bereiken. En in mijn geval gaat het om racisme te bestrijden. Maar het is niet, het wordt dus onwetenschappelijk gevonden. Maar als je gebruik maakt van verifieerbare bronnen en een logische opbouw, is deze methode volgens mij net zo wetenschappelijk als iedere andere geschiedenismethode. En ik vind het dus hypocriet om deze methode af te wijzen, omdat alle geschiedenisverhalen, hoe academisch ook verwoord, niet alleen een kennisdoel dienen, maar ook een maatschappelijk doel. De historici doen, zoals ik het zie, de traditionele historici, alleen maar alsof dit niet zo is. Ze gaan uit van hun eigen belang, dat ze zien als een algemeen belang, en ze zien hun weergave ook als een algemene weergave. En ik vind de applied history methode bij uitstek geschikt om het slavernij- en racismeverhaal vanuit het perspectief van de slachtoffers te vertellen. Want zo kun je de doorwerking van het verleden op het heden weergeven. En waarom ga ik hierop door? Daar ga ik hierop door omdat ik mij niet vertegenwoordigd zie of weergegeven zie in het prachtige boek van professor Aarts. En daarom ga ik toch eventjes verder. We kunnen dus met de applied history methode de doorwerking van het verleden op het heden weergeven. Namelijk waarom wij die toegang niet hebben die ik zo net heb benoemd. Deze methode is ook legitiem omdat ieder tijdperk zijn eigen vragen en geschiedschrijving voortbrengt. Vanuit ons perspectief gezien leven we nu in het tijdperk van geestelijke decolonisatie. En hiervoor hebben we de periode gehad van geopolitieke decolonisatie. Jullie weten al die vrijheidsstrijden in Afrika, in Azië en zo. En hierna zullen we hopelijk de periode van economische decolonisatie krijgen. Dat zijn perspectieven die ik niet echt terugvind in het prachtige boek. Ik heb verder in mijn boek gesteld, en hier gaan de meeste mensen waarschijnlijk recht van overeind zitten. Ik heb in mijn boek gesteld dat racisme een geestelijk defect is en een functie van het kapitalisme. Beide zijn in dezelfde tijd rond het einde van de 17e eeuw ontwikkeld en ze versterken elkaar in steeds wisselende constellaties en ook zwarte personen doen hier aan mee. De meeste witte historici van vroeger en nu nemen deze kwesties en hun standplaatsgebondenheid niet mee in hun weergave van de Nederlandse geschiedenis. En hierdoor ontstaat er volgens mij een gemankeerd beeld van het verleden. Dit leidt tot een gebrek aan historisch besef en een gemankeerd nationaal zelfbeeld.
En dit maakt dat de meeste witte mensen racisme niet effectief willen bestrijden. De weinige witte historici die wel ons verhaal vertellen, geven ons de credits niet die wij verdienen, want wij uit de grassroots hebben deze geschiedenis boven tafel gebracht en de nieuwe vragen, bronnen, perspectieven en interpretaties aangeleverd. Maar door onze 400 jaar oude achterstand in ontwikkelingsmogelijkheden en hun even oude voorsprong, en door het huidige racisme, hebben wij een beperktere toegang tot het geschiedenisverhaal, het geschiedenisbedrijf en de samenleving. En ik wil dat wij die toegang wel krijgen, want ik vind de geschiedenis is wel een kneedbaar verhaal. Ik wil mijn weg daarin toe wel kneden, mijn toegang daartoe wel loskneden. Ik was dus blij verrast toen ik de uitnodiging en het boek van professor Aarts kreeg, omdat ik juist buiten deze gemeenschap val. Maar ik was ook ongerust, moet ik bekennen, want ik vroeg mij meteen af of wij ook in zijn boek voorkwamen. En als dat het geval was, zou mijn boek totaal overbodig zijn. En het is nog niet eens uitgegeven. Dus het was best spannend toen ik het ging lezen. En dit dubbele gevoel dat ik had, heb ik dat hele boek doorgehouden. Want ik vind het echt een heel mooi boek met heel veel informatie. Wat jij vertelt ook. Ik heb ook tal van onderwerpen waar we nu niet aan toekomen, die ik ook heel interessant vind. En hij heeft het ook allemaal op een hele, niet alleen academisch uitgeweid, maar ook soms met poëtisch en met snedige en ironische opmerkingen. Maar hij heeft ons en de koloniën alleen maar zijdelings genoemd. Wij komen dus niet echt voor in dit verhaal. Alleen in abstracties, maar niet in die mooie verhalen die hij uitgebreid vertelt met hele prikkelende interpretaties. En dat vind ik echt een beetje jammer en ook verdrietig. Want wij zijn al meer dan 400 jaar onderdeel van dit land. En we hebben zelfs, las ik in zijn boek, al in 1893 het volledige Nederlanderschap gekregen. Hè? Vanwege lacunes in opeenvolgende wetten. Wij horen er gewoon bij. Wij zijn onderdeel van die geschiedenis. En we moeten er ook in voorkomen. Ik vind het niet alleen jammer dat wij niet in zijn boek voorkomen voor onze toegang tot de domeinen die ik eerder noemde. Want als je in de geschiedenis voorkomt, kom je ook in de samenleving voor. In beide heb je handelingsbekwaamheid, handel je. Hè? Weet je, ik ga nu even iets anders noemen. Ik moest ook lachen, dat heb ik niet genoemd. En een voorbeeld daarvan wil ik geven, zijn opmerking dat de Bible Belt de erfenis is van het politiek-militaire front van de decennia rond 1600. Vind ik een prachtige zin, hè, de Bible Belt. En, want nu begrijp ik eindelijk waar hun huidige verbetenheid en vasthoudende verzet tegen inenting en andere nieuwigheden vandaan komt. Dat hebben ze geleerd tijdens de opstand en in de strijd tegen de katholieken. Hè? Het is, ik had dus al met al heel graag willen lezen hoe hij ons en onze thuislanden in zijn verhaal zou hebben gepast. Bijvoorbeeld in zijn vertoog over de politieke en parlementaire ontwikkelingen. Hij had bijvoorbeeld kunnen uitleggen waarom Nederland tussen 1806 en 1946 bij elkaar 75 ministers van koloniën of van overzeese gebieden heeft gehad. Terwijl er in diezelfde periode maar 43 ministers van Binnenlandse Zaken zijn geweest. Een dergelijk verloop van ministers van koloniën moet wel haast van invloed zijn geweest op de politieke en parlementaire ontwikkeling. Ik zou graag willen weten waarom ze steeds weggingen. En dat zou hij prachtig kunnen vertellen op zijn, met zijn, hoe zeg je dat, wits en intelligentie. Huh? Ja, dat gaat u nog doen. Oké, daar hou ik u aan. Oké.
Goed. Hoe lang spreek je nog? Ja, nee, ik moet eigenlijk afronden, maar ik kan... Want over die toegang had ik eigenlijk willen zeggen... We weten heel goed. Ja, oké. Nou, wat ik eigenlijk nog wel wilde zeggen is dat hij in zijn boek wel allerlei ingangen geeft om ons er wel in te betrekken. Bijvoorbeeld als hij het heeft over nationale geschiedschrijving, dat eigenlijk transnationale geschiedschrijving is. Dat impliceert dat wij eigenlijk ook deel van uitmaken, dat we er ook bij horen. En verder over identiteiten valt heel wat te vertellen, maar dat laat ik maar straks voor de discussie. En dan rond ik af. En ondanks mijn kritiek kan ik iedereen dit boek ook echt wel aanraden, want prachtig. Dank je wel. Nou, de discussie is al begonnen. Er zijn heel veel vragen gesteld. En ik wil eigenlijk toch de leiding nemen even in de discussie. In de hoop dat ik alle vragen dan toch ook naar voren breng. Want de meest prangende vraag kwam van jou. Ik heb toch de indruk, Patricia Gomez, dat je je niet herkende in het boek. Te weinig. Je vond het een mooi... zeg maar, verhaal. Ik herken daarin ook de stijl en de ironie die je in het boek terugvindt. Ik vind zelf ook dat als je teksten van Remy leest, Johan Huizinga heeft wel eens gezegd dat de historicus de geschiedenis proeft als oude wijn op de tong. Ik heb de indruk dat dat bij Remy het geval is. Die heeft de geschiedenis doorleefd. Maar jij hebt gezegd dat je je te weinig herkent in het boek. En ik wil graag Mich de gelegenheid geven om daarop te antwoorden. Ja, dank je. Nee, ik heb een eigen microfoontje, dank je. Excuses daarvoor. Nee, maar zoals je zelf ook zei, ik moest ook wat voor jouw boek overlaten. En aan het eind van wat ik net mijn introductie zei, ik heb niet alle dingen gedaan in het boek die ik misschien... als programma wel verstandig vindt. Dus ik wil ruimte maken om te laten zien dat het een relevante toevoeging is, een essentiële toevoeging, een noodzakelijke toevoeging, die ook gewoon volgt uit de samenleving zoals wij die nu in Nederland hebben. En dat is daar is, net als voor de rol van vrouwen, een inhaalslag voor nodig. Want ik heb dat nog niet kunnen doen. Het is ook niet mijn specialisme of mijn expertise of mijn ervaring. Dus ik ben heel benieuwd wat andere auteurs, onder andere het boek wat je in aankondiging is, en wat die op dat punt gaan toevoegen. Wat ik wel, volgens mij iets meer dan je misschien suggereerde, gedaan heb. Ik heb aangegeven dat Nederlandse geschiedenis, wat mij betreft, nooit meer Europees-Nederlandse geschiedenis kan zijn, maar dat koloniale geschiedenis plus de postkoloniale erfenis ervan essentieel, wezenlijk onderdeel moet zijn van elke moderne geschiedschrijving over Nederland. Het is een gegeven in onze samenleving. Je gaf zelf al aan hoezeer die erfenissen kunnen doorwerken, wat het effect daarvan is. Daarom kunnen we een echte Nederlandse geschiedenis ons niet meer voorstellen zonder dat je die hele voorgeschiedenis daarvan en die verbreding die globale karakter het gehad heeft, dat je dat in betrekt. Daar wordt die geschiedenis interessanter van. De verklaringen worden er beter van. En het is ook eigenlijk onzin om te denken dat koloniale geschiedenis en Nederlandse geschiedenis los van elkaar zouden kunnen staan. In die zin is het natuurlijk heel lang zo behandeld. Onze daden, zoals het dan heette, in de koloniën waren deel van Nederlandse geschiedenis. Maar wat dat kolonialisme aanrichtte in de koloniën, of in hoeverre de bewoners van die koloniën, welke rol dan ook maar, deel waren van die geschiedenis. Nee, dat viel er altijd buiten. Dat was een heel ander onderwerp. Nou, dat is mijn zin een onjuiste voorstelling van zaken. En ik vind dat die dingen veel meer geïntegreerd moeten worden. Dus ik juich van harte toe als historici vanaf nu dat doen en dat inbrengen. Dus eigenlijk is Remy het met je eens. Ja. Dankjewel. Hij moet nog aan, denk ik, de microfoon. Ja.
aanzetten daartoe gegeven. Dus al lezend verwachtte ik, nou komt het. En dan kwam het niet, terwijl het wel academisch was voorbereid met allerlei mitsen en maren, als ik het even zo mag zeggen. Maar goed, het is duidelijk nu. Ja. Maar ik wou nog één ding zeggen. Als dit zulke gescheiden geschiedenissen blijven, dan draagt dat gewoon niet bij aan een beter land. Hè? En ik ben het er ook niet mee eens dat het geschiedenis niet maakbaar is. Dat zeggen jullie allemaal. Komen zo op. Oké. Dankjewel. Ja. Aansluitend hierop de vraag die Remig zelf stelde. Is het eigenlijk mogelijk om nog één geïntegreerde geschiedenis te schrijven met al die verschillende perspectieven? In de zaal hoorde ik iemand al nee zeggen. En dat kan ik me ook wel. Ja, oké. Okay. Maar ik kan het me ook wel voorstellen. Want er zijn inmiddels zoveel verschillende groepen, zeg maar, die zichzelf gerepresenteerd willen zien. Hoe kun jij daar als historicus tussenstaan, bovenstaan, een mooi verhaal van, een embodied verhaal van maken. Mag ik daar wat zeggen? Zometeen. We gaan eerst even de discussie. Het is belangrijk, want je hebt het over groepen. Maar die groepen die is niet zelf hier gekomen. De groep is. Ja, maar daar gaan we het zo over hebben. Nee, serieus. Dat is wel belangrijk. Tuurlijk. Ja, nee, dat is ook belangrijk. We hebben de tijd. Ja. Is het mogelijk om dat ene verhaal te vertellen? Nou, dat vind ik moeilijk om mij voor te stellen hoe dat verhaal eruit zou moeten zien. Dat wil zeggen, ik vind het uitstekend dat we van in de publieke discussie de Nederlandse geschiedenis een inbrengmarkt maken van allerlei perspectieven. Dat we, zeg maar, die geluiden laten horen, ook geluiden die veel te lang niet gehoord zijn, vind ik uitstekend. Alleen, ik zie als, wij spreken als auteur, nog niet onmiddellijk vormen hoe je dat op de klassieke manier tot één gesloten verhaal kunt maken. En want dat heeft te maken met de eigenaardigheid van het schrijven van een verhaal. Als je een geschiedenis. Geschiedenis is wat dat betreft hetzelfde als elke vorm van literatuur of romanschrijven. Er zit een logica in het maken van een verhaal. Een verhaal heeft een begin en een eind. Het heeft hoofdpersonen en bijpersonen. Het heeft een hoofdthema. Het heeft bijthema's. Hoe die zich tot elkaar verhouden, dat is een weerspiegeling in zekere zin van machtsverhoudingen zoals die zijn gegroeid. Zo krijgen die een neerslag in het geschiedverhaal. Maar ik zou het heel interessant vinden als we een aantal zeer alternatieve geschiedenissen van Nederland zouden krijgen, waarbij al die groepen die tot nu toe maar met een paar procent of helemaal niet aanwezig zijn, een alternatief verhaal over de geschiedenis van Nederland zouden schrijven. Daarna kunnen we misschien kijken in hoeverre we die gecombineerd kunnen krijgen, maar in eerste instantie is het wat mij betreft een inhaalslag en het ruimte geven aan alternatieven. Lottie, wat wil je zeggen? Ja, ik haak even in op dat woord alternatief, maar je zei gelukkig ook hoe we die erin kunnen schrijven, want het is ook heel vervelend om bepaalde perspectieven altijd als alternatief te blijven presenteren. Het is alternatief ten opzichte van het kanon of het vaste verhaal zoals het nu is. Laat ik zeggen, even terugkomend op wat Agnes naar voren bracht. Ik heb ook in mijn boek eventjes becijferd wat het percentage vrouwen is in een actieve leidende of een actieve rol en op grond van hun eigen verdiensten in de bestaande overzichten van Nederlandse geschiedenis, inclusief boeken waaraan ik zelf heb meegewerkt. Dat is, dames en heren, 2% ongeveer. En dat loopt in een enkel geval. James Kennedy heeft geweldig zijn best gedaan om dat tot 10% op te krikken. Maar dan nog bestaat het voor de helft uit middeleeuwse of vroegmoderne dynastieke erfgenamen die erin voorkomen omdat ze een stuk land geërfd hebben. En niet op grond van eigen verdiensten. Dus daar zit een enorm potentieel om een ander, heel ander type Nederlandse geschiedenis laten zien. En dan zal dat verhaal waarschijnlijk ook hele andere accenten hebben. Want dan gaat het niet over de grote politiek en dan gaat het niet over degene die in de musea hangen met hun kunstwerken. En dan betekent het dat je hele andere rollen van vrouwen of van migranten, gemeenschappen in dat Nederlandse verhaal naar voren brengt. Daarna zijn andere vormen van geschiedenis voor nodig, met hele andere accenten. Dus Lotte Jensen, niet alternatief, maar geïntegreerd. Ja, ik denk dat er twee dingen door elkaar lopen. Als wij het hebben over maakbaarheid, dan bedoelen we denk ik iets anders dan de keuzes die je maakt. Want bij iedere geschiedenispresentatie, of dat nu de kanon is of een verhaal, maak je uiteraard keuzes. En dat is maakbaar. Daarin kun je aan knoppen draaien en kun je heel instrumenteel meer vrouwen, meer migranten,
meer koloniale geschiedenis integreren, ook in het onderwijs. Maar die maakbaarheid, en dan komen we misschien straks, zit hem in iets anders, dat je ook het gegeven hebt dat je niet om de Tweede Wereldoorlog heen kunt in de kanon van Nederland. Dat er ook bepaalde feitelijkheden zijn die verteld moeten worden. Daar hoort koloniale geschiedenis simpelweg bij. En die heeft ook veel aandacht in de kanon van Nederland gekregen via vensters. Ja, er zitten vensters in. Er kan meer. Ja, oké. Daar wil misschien iemand anders op reageren. Nog heel even over de maakbaarheid. Daar was zij het eigenlijk ook niet helemaal mee eens, heb ik begrepen. Ik ben heel erg verbaasd, want vanuit mijn perspectief wordt de wereld gemaakt door de witte man. En dus ook de geschiedenis. En die heeft de wereld gemaakt zoals die is. En het is dus maakbaar. En nu wil ik ook mee daaraan maken. En met ik bedoel ik ons. Ja. Hè? Alle groepen die niet mee mochten doen. Dat bedoel ik met maakbaarheid. Ja, en als ik denk aan maakbaar. Ik bedoel dat je de... Je kunt proberen de geschiedenis helemaal naar je hand te zetten. Waardoor de geschiedenis dan, de werkelijkheid van de geschiedenis je niet meer raakt. Ik denk bijvoorbeeld, ik bedoel, er zijn andere... Sorry? Ja. Nou, maar je kan zeggen van, wij moeten... Nou, het is... Mag zo, je krijgt zo het woord. Nee, maar je krijgt zo het woord. Het is wel... Ja, het is niet. Het woord. We doen wat we trachten te doen in deze geval is dat je hebt wat ik eigenlijk wilde zeggen als het ging over maakbaarheid, is dat je kan inderdaad een verhaal vertellen dat allerlei vormen van werkelijkheid wegdoet. Je kunt ook zeggen van als je dan zegt van we willen eigenlijk agents zijn in de geschiedenis, ja dat kan iedereen wel doen. Maar als je bijvoorbeeld racisme serieus neemt, dan weet je dat dat niet zomaar met een knip van de vinger te veranderen is. Ik bedoel, je hebt te maken met 400 jaar achterstand, hè? Dat is zoals u het ook zelf heeft gezegd. En dus dat betekent dat er ongelijkheden zijn in de samenleving die niet maar zomaar door wens weggepoetst kan worden. Je kan er streven naar om dat in de toekomst ook door geschiedschrijving te verbeteren, te herstellen. En daar heb je wel agency in. Maar het is meer dat wat er in het verleden is gebeurd, is niet wat jij alleen wenst dat in het verleden is gebeurd. Dat is eigenlijk vooral wat ik wil zeggen met maakbaarheid. En dat de geschiedenis niet volledig maakbaar is. Maar dat is juist de rol van die geschiedschrijvers, hè? Het is de rol van de geschiedschrijver. Ja, maar je kan ook zeggen van de economische, de sociaal-economische verhoudingen die er waren, de machtsstructuren in de politiek. Dat zijn natuurlijk allerlei factoren die een rol hebben gespeeld in de ongerijmdheden en ongelijkheid in de geschiedenis. Agnes. Nou, ik wou nog terugkomen. Eigenlijk wat volgens mij Remy goed uitlegt in zijn boek, is dat je als het gaat om de gemarginaliseerde stemmen, zeg maar, dat je volgens mij twee vormen hebt. Je hebt dus de alternatieve geschiedschrijving of inderdaad het herstelproject. Maar dat herstelproject van, zoals ook bijvoorbeeld in de kanon wordt geprobeerd om dan bijvoorbeeld toch een aantal vrouwen of bijvoorbeeld Anton de Kom, maar dat dat voor heel veel groepen natuurlijk nooit als voldoende gaat voelen. Omdat je natuurlijk zit nog steeds binnen een ander kader. En dan lijkt het een soort kleine stap die gezet wordt, maar het voelt nooit als voldoende. En volgens mij zit daar een soort pijnpunt in. Oké, dat is een mooie overgang naar de zaal, denk ik, want zoveel tijd hebben we niet meer. En er is één meneer die graag het woord wil, want u heeft al een paar keer geprobeerd te interveneren. Dus ik geef u graag het woord. U heeft een heel mooi t-shirt aan, zie ik. Een duidelijk statement, kan ik zeggen. Ja, maar u moet wel een vraag stellen. En ik u bent niet de enige in de zaal, hè? Dus er moet wel... Ja. Maar die enige, die wordt niet gehoord namelijk. Nou, ik wil er wel iets over zeggen. Ik heb zelf ook koloniale geschiedenis gestudeerd. En toen ik studeerde was er een witte man. Hij heette Ewald van Vught. Die schreef allerlei zwarte boeken over het Nederlands kolonialisme.
Maar dat vind ik dus zelf heel interessant. Dat wou ik dus ook zeggen. Toen werd hij niet als een heel serieuze historicus gezien. Op dit moment is eigenlijk de lijn die Ewald van Vught toen heeft ingezet, is veel belangrijker geworden. En is er dus ook, wordt eigenlijk zijn verhaal, en voor een deel denk ik toch ook uw verhaal, veel meer gehoord dan toen. Dus zo slecht is het niet, maar er is nog heel veel te verbeteren. En daarom geef ik u graag het woord. Nou, dat is heel slecht. In de eerste plaats hoor ik natuurlijk niet bij de samenleving, maar ik ben geen Nederlander. Nou, u bent wel hier. Dus ja, maar ik ben geen Nederlander. Ik ben een Indonesiër. Dus de geschiedenis die door de witte inlander wordt geschreven, het is niet mijn geschiedenis. En dat is ook geschiedvervalsing. Wacht even. Dat doet ook het onderzoek die 4,1 miljoen kost. Want dat land, mijn land, en de 270 miljoen mensen, dat is van hun, niet van Nederland. En zo is ook Amerika dat land niet van Amerika. Maar dat zou betekenen dat niemand over de middeleeuwen kan schrijven. Nee. Omdat het een ver weg land is. Ja. Dat is natuurlijk niet waar. Iedereen kan over anderen schrijven. Waar haalt Nederland het recht om een land die 18.000 kilometer ver ligt als Nederland bezit te beschouwen? Dat is toch niet zo? Terwijl. Nederlands-Indië. Was het? Ja, natuurlijk. Nee, was het nog steeds tot de dag van vandaag? Oh. Ja. Dat vind ik een beetje lastig. Nou, ga maar dat onderzoek na. Zo wordt het gesproken en zo wordt het ook geschreven. Kijk, we kunnen natuurlijk wel discussiëren dat er veel kritischer onderzoek gedaan moet worden. En dat ook eigenlijk heel erg belangrijk is om meer stemmigheid in het onderzoek te krijgen. En ook andere geluiden te horen en een geïntegreerd verhaal te hebben. Maar je kan volgens mij niemand verbieden om over een ander of een ander gebied te schrijven. Sterker nog, het is juist heel erg belangrijk dat mensen vanuit meerdere perspectieven en meerdere kanten dat verhaal bekijken. Ik neem dat aan geschiedvervalsing. Dat is uw visie en dat is prima dat u dat vindt. Maar ik geloof niet dat ik dat onderschrijf. Er zijn een aantal andere vragen. Ja. U zei nee op het moment dat de vraag gesteld werd, is het nog mogelijk om een geïntegreerde geschiedenis te schrijven? Dus daar ben ik eigenlijk ook heel benieuwd naar. Ja. Dat is deze? Nee, ja. Achter de pilaar. Hallo, ik wil me eerst even voorstellen. Ik ben secretaris van Stichting KOKB. En wij voeren rechtszaken tegen de Nederlandse staat voor het voeren van voor het plegen van oorlogsmisdaden in Indonesië tijdens 45-49. En er werd gezegd van het is heel moeilijk om hierover te praten over de geschiedenis. Maar als je aan een kind van 6 vraagt van is stelen erg, dan zal het ja zeggen. Is verkrachten erg? Is invasie plegen erg? Is roven, is dat erg? Is moorden, is dat erg? Dan zal het kind dan ja zeggen. Dus ik snap zeg maar niet van waarom er hier zo moeilijk gedaan moet worden en dat we gaan praten over multiperspectiviteit. Want meerstemmigheid en multiperspectiviteit, dat is eigenlijk, het is een nieuwe vorm van verdeel en heers. Want je deelt een tafel, deel je in. Waar je één persoon die een ander perspectief heeft, die zet je aan tafel. Want ik ben ook Indonesiër. En in onze gemeenschappen, als er een tafel is, worden wij vaak aan tafel gezet met Nederlanders, met Molukkers en met Indische mensen. En kolonialisme gaat over macht. En ja, ik heb zeker een vraag. Kolonialisme gaat over macht. En als je één persoon aan zo'n tafel met zo'n machtsverhouding gaat zetten, dan is er eerst geen sprake van multiperspectief. Er is maar één perspectief. En dat deze misdaden fout zijn. En dat is... Mag ik even, als ik zo vrij mag zijn, wat ik hier hoor, is dat eigenlijk vraagt om rechtsherstel. En dat is iets heel anders dan geschiedschrijving. Ik wil er als auteur wel iets over zeggen. Kijk, ik zit er totaal niet mee als u of andere historici diepgaand onderzoek, ook niet als juristen, diepgaand onderzoek willen doen naar Nederlandse oorlogsmisdaden
in de hele koloniale geschiedenis. Doe het vooral. Ik vind het belangrijk, moet gebeuren. We hebben veel te lang al dit soort onderwerpen niet behandeld. En dat heeft inderdaad te maken met wegkijken en met machtsverhoudingen, et cetera. Ik zou het toejuichen als we de komende jaren, en het rapport zoals het, tenminste de boeken die nu vanuit het grote rapport verschijnen, doen al een eerste stap in die richting. Laten we vooral heel veel van dit onderzoek doen om te kijken op welke manier we kunnen dat verleden niet herstellen, maar we kunnen er ons een heel ander beeld van vormen, ook van Nederlandse verantwoordelijkheid voor datgene wat daar heeft plaatsgevonden. Ik heb daar geen moeite mee. En het is in zekere zin wat ik juist zou aanmoedigen. Maar ik kan alleen maar aanbevelen, doe het dan. Ik vind het ook heel goed als je in vorm van activisme dit soort punten naar voren brengt. Maar als historicus en als je wilt inbreken in de bestaande machtsverhoudingen in het historisch bedrijf of in de bestaande geschiedschrijving, als historicus kan ik alleen maar zeggen, breng dat argument naar voren. Doe dat onderzoek. Laat het zien. En ik zou ook heel graag zien dat het gebeurt ook voor een deel vanuit Indonesië. Heel veel van de geschiedschrijving over kolonialisme en decolonisatie was altijd al veel internationaler dan de Nederlandse geschiedenis. Nederlandse historici hebben zich daar een beetje buiten gehouden. Maar historici elders in de wereld hebben hier al wel eerder aandacht aan gegeven. Dus ik kan alleen maar toejuichen dat men op die weg verder gaat. Waarvoor, op welke manier? Op welke manier? Dus, op welke manier voelt u zich dan aan? Deze hele zaal worden we al in de regen gevallen. Nee hoor, u krijgt juist heel veel ruimte. Ja, omdat u die pakken. Nee, omdat u die krijgt. Nee, omdat u die krijgt. Nee, omdat u die krijgt. Dat onderzoek, wij hebben een open brief geschreven over het onderzoek. Over welk onderzoek? Het grote NIOT-onderzoek. Aha. Dat het afgelopen is. Ja. Waarbij worden niet non betrokken. Er is een klankbordgroep. Daar zitten we niet in. Er zitten allemaal Indische mensen, die vragers, die zitten erin. Die zijn trouwens ook boos. Ik wil eigenlijk naar achter in de zaal. Ja, het ging misschien een deel van de oplossing van het probleem. Een heel klein deel van die oplossing. Het ging twee keer over onderwijs. En ik zou willen dat de collegezalen van de Nederlandse geschiedenisopleidingen net zo divers waren als deze zaal hier. Er zitten vier mensen op het podium die aan een Nederlandse universiteit werken. En eigenlijk ben ik benieuwd hoe je ervoor kunt zorgen dat studenten met een biculturele achtergrond of misschien eerste generatie studenten eerder voor geschiedenis kiezen. Want ik denk dat iedereen geschiedenis kan schrijven, maar dat je wel meer macht hebt als je die studie hebt afgerond. En ik denk dat misschien wel een deel van de oplossing van het probleem is. Dus is het een probleem dat zo weinig studenten aan die opleiding beginnen? En zo ja, wat kunnen we eraan doen? En dat vraag ik dus eigenlijk aan vier mensen die aan een Nederlandse universiteit werken. Wie wil daar iets over zeggen? Nou, ja, natuurlijk. Je zou kunnen, wat we zien is dat geschiedenis in bijna overal in Nederland en alle opleidingen, dat het vooral etnische Nederlanders zijn die daar deel aan hebben. Dus je ziet het zelf op de UvA, het geval. En misschien nog meer aan de UvA dan elders. Dus het is wel, het is een uitdaging en het is een probleem. En er zijn, denk ik, dat is niet makkelijk op te lossen, maar ik denk er zijn een aantal dingen die dan wel gedaan kan worden. In deze plaats gaat het inderdaad over curriculaire herziening. Dat de curriculum ook wel meer aansluit bij wat er gebeurt in de wereld. En ook wel bij de wereld van de hele Nederlandse bevolking en de achtergrond die zij vertegenwoordigen. Dus, of vertegenwoordigen waar zij vandaan komen. Dus dat is denk ik één ding die je kan doen. Ik denk dat je ook wel veel meer zou moeten doen stelselmatig recruteren bij bepaalde scholengemeenschappen. En ook de gemeenschappen rondom die scholen. Waar je dan als het ware investeert ook in. Meehelpt en meedenkt over de geschiedenis die daar en andere dingen die daar geleerd worden. Dat wel een belangrijke rol speelt. Maar dat is iets van jaren. Dat vraagt echt jarenlange commitments om dat te doen. Maar dat zijn denk ik een paar dingen die dan zou kunnen gebeuren. En ten derde, laatste punt is dat je dan ook wel, als het gaat over de samenstelling van je staf, dat je internationale gaat werven. Wie zou het moeten doen? Nou, wie zou het moeten doen?
Dat is denk ik een hele interessante vraag. Ik denk dat de klassieke antwoord is dat je een hele brede benoemingsadviescommissie, zoals het heet. En dat zijn allemaal mensen van de universiteit. Maar ja, doorgaans wel. En wat je zou kunnen doen, en dat is iets dat waar er steeds meer wordt gespeeld, dat als je denkt aan deze strategische plaatsen, dat je ook wel stakeholders hebt van buiten de universiteit die hier iets over te zeggen hebben. En ook waar de samenstelling, ook de etnische, raciale samenstelling, anders is dan het traditioneel is geweest. Het is ook wel begonnen in sommige plekken in Nederland. Het is al begonnen. Het is gewoon, het moet stelselmatiger gebeuren. Mag ik nog even één opmerking maken op u, wat u net... Ja, wat u net zei, in een reactie op wat daarachter werd gezegd over het schrijven van zelf meeschrijven aan de geschiedenis, zei u, gaat u dat vooral maar doen, die geschiedenis schrijven. Maar zo makkelijk is het niet voor niet-witte mensen om geschiedenis te schrijven, hè, om mee te doen. Je krijgt geen subsidies, de uitgeverijen staan niet om je te springen, je hebt geen toegang in het universitaire gebeuren om aan informatie te komen, je wordt niet op dezelfde manier geholpen. Een heleboel zaken vormen hindernissen waardoor gewoon gekleurde mensen minder goed en minder vaak historisch onderzoek kunnen doen. Dus ik begrijp wel dat u vindt en het van harte ook vindt van schrijf die geschiedenis, maar het is wel... Dat moet wel mogelijk worden gemaakt. Maar weet je, we gingen net over, krijg je toegang of krijg je diversiteit? We hadden kort geleden, had de UvA een... vacature voor een universitair docent, Public History of Slavery. Die hebben we echt zo geformuleerd en ook heel breed geformuleerd. Kom, mocht over Amerika, over transatlantische verhoudingen gaan, mocht over Nederland gaan, was vrij breed geformuleerd. Tot onze teleurstelling hebben we daar eigenlijk alleen maar weer sollicitanten van uit de traditionele groepen op gekregen. We hebben het nu opnieuw geopend en nu is... door internationale werving opnieuw het aantal kandidaten wel diverser geworden. Maar kennelijk zit er toch nog een moeite in het bereiken van de mensen die eigenlijk capaciteiten zouden hebben en die de interesse hebben in het onderwerp om die binnen die academische gemeenschap te halen. Het is niet alleen zo in mijn ervaring dat die academische gemeenschap mensen wil uitsluiten, maar het kost ook moeite om te bedenken of manieren te bedenken hoe je ze kunt binnenhalen. En dat is... Ja, we hebben nog heel veel mensen die vragen willen stellen. Ik stel voor dat iedereen even kort een vraag stelt en dat Remigas het laatste woord krijgt. Dus dan hebben we nog een kleine... Graag kort. Ja, mijn naam is Soumadi en ik ben deel van de constellatie decolonisatie. En wat mij heel erg aanspreekt is in ieder geval de embodiment van... en de geestelijk decoloniseren. Daar zijn wij mee bezig. Dat doen wij in de decolonisatie. Dus je kan zelf ook iets doen. Wij organiseren ons in een groep van 6 of 7 mensen... en we doen dat onderzoek samen. Dank u wel. De vraag is geschiedenis ook vermaak? Is dat niet een zesde functie? Dat is ook een goede vraag trouwens. Nee, we gaan door. Daarachter is nog een... We doen alles in één keer. Dus ik probeer even te kijken waar het forum nu staat. Zoals ik het nu proef, is iedereen het wel zo'n beetje met Patty eens. Dat is één. Maar er is nog een andere vraag wat ik niet van jullie hoorde. Is er iemand in het forum die zou zeggen... kolonialisme was niet misdadig? Of zijn we daar ook allemaal over eens? Oké, de volgende vraag... En daarna is een borrel trouwens. Hallo, ik heb 2 korte vragen. Ik heb ze opgeschreven aan de schrijver. Je vertelt dat het moeilijk is om een volledig, door jou alternatief genoemd verhaal over de geschiedenis te schrijven. Ik vroeg me af waarom dat moeilijk was, maar u gaf zelf een antwoord. Je noemde het de klassieke manier, die ik de agressieve, wit overheersende manier noem. En is die niet gewoon achterhaald en van onvoldoende kwaliteit om nog maatschappelijk en academisch relevant te zijn? Je hebt het over wegkijken gehad, wat je kwalijk vindt. En je roept anderen op
om wel onderzoek te doen en een volledige geschiedenis te schrijven. Hoe verklaart dat u als historicus zich niet geroepen voelt om dit zelf te doen en vanuit uw positie daadwerkelijk onderdeel daadwerkelijke onderdeel te maken van geschiedenis schrijven? Dank u wel. Dan is er daar nog een vraag. En hier. En dan zijn we volgens mij helemaal rond. Letterlijk. Ja, ik wil zeggen dat het gaat over het recruiten, hè, van academici of mensen. Het begint eigenlijk al heel jong. Ik heb een lieve dochter die 14 is, geschiedenis krijgt op het VWO, maar bij mij met allerlei vragen thuis komt, want ze herkent zichzelf niet in de geschiedenis. En daarmee enthousiasmeer je haar niet om ook later voor geschiedenis te kiezen. Het boeit haar niet. Dus het probleem, hè, dat er dus te weinig mensen zijn in, die, hè, in de collegezalen, dat zal daardoor denk ik ook blijven. Oké, dan hebben we hier nog één vraag. Ik denk dat we dan nog helemaal rond zijn. Hè? Ja. Deze meneer met een mooie oranje pet op. Ja. Ja, goedenavond ook wel. Ik zal even kort voorstellen. Ik ben Eduard Mangal. Ik ben duo raadslid binnen de gemeente Amsterdam. En duo statenlid binnen de provincie Noord-Holland. Welke partij? Voor DENK. Ik ben initiator van de excuses van Amsterdam. En ik wil eigenlijk... Ja, de stelling is eigenlijk dat geschiedschrijving altijd gebeurt vanuit een bepaald motief, een bepaalde bril. Je onderzoekt iets en dan ga je, je gaat op zoek naar feiten, maar die feiten worden vervolgens geïnterpreteerd. Hetzelfde gebeurt ook bij de kanon. Want ik vraag me af, ik ken de kanon zelf niet, maar ik vraag, de hedendaagse kanon. Maar ik vraag me af of bijvoorbeeld daarin ook staat het kiesrecht voor de gekleurde vrouw. Wanneer die is gekomen? Want we hebben het wel over kiesrecht voor vrouwen, maar dat betekent niet dat de gekleurde vrouwen konden kiezen. Dat betekent niet dat gekleurde mannen konden kiezen. Ik vraag me af of dat dus in de kanon staat. Het zijn wel belangrijke mijlpalen die ook een venster verdienen. En op die manier marginaliseer je ook in de kanon toch weer de koloniale Nederlander, zo moet ik maar even zeggen, die er niet voor heeft gekozen om Nederlander te zijn. Dit is een specifieke vraag van James Kennedy. Ik zei, het is in de kanon. Oh, we zijn eruit. Dan is het laatste woord aan Remy Aerts, die de kunst moet verstaan om alle vragen samen te brengen. En misschien toch ook een conclusie van deze avond, waar je nog wel een enige zekere vrijheid hebt om. Ja. Nou, om eerst maar even op de gewoon de gestelde vragen in te gaan. Kan geschiedenis ook vermaak, amusement zijn? Jazeker, dat is het ook voor een groot deel. Er is ongelooflijk veel publieke geschiedenis, hè, in de openbare ruimte. En heel veel daarvan dient gewoon ter ontspanning of als vermaak of als vorm van amusement. Heel veel van onze omgang met geschiedenis tegenwoordig is een consumentenomgang met geschiedenis. Zie je ook aan het soort boeken dat bekroond wordt. Daar zit voor een deel in dat mensen heel graag identificatie met interessante levens willen aantreffen. En voor een deel zit daar ook een vorm van amusement in. Ik bedoel, ook, er is ongelooflijk veel geschiedenis dat in films, in fantasy, in games wordt gebruikt. In reenactments waar mensen zich verkleden en Romeinse veldslagen naspelen. In themaparken, dat is allemaal, vind ik, een vitale, belangrijke, interessante vorm van geschiedgebruik. Maar die ligt helemaal buiten de wetenschap, maar het is verder heel, heel herkenbaar en ook van belang. Was kolonialisme alleen maar misdadig, vraagt u. Was het niet misdadig, was het niet alleen maar? Nog een keer? Oké, mijn vraag was, nou kijk, je zou hun heel goed tegemoet kunnen komen als je zou zeggen, we zijn het allemaal over eens, dat kolonialisme op zichzelf, de verhoging van een land van een ander, misdadig is. Dan heb je natuurlijk nog verder in discussie, dacht ik, over andere dingen, maar ik zeg het niet alleen maar de basis is klaar, is mag ik één kort. Je vraagt eigenlijk aan de historicus om op de rol op de stoel van de rechter te gaan zitten. Ja, dat zou en ook. Dat is toch niet helemaal. Ja, ja kijk, het is een juridische, het is een morele vraag of het is een geopolitieke vraag die in het verleden ligt. En waar. Kijk, wat je als historicus in principe in eerste instantie doet, is. Je treft die situatie aan in het verleden en je probeert
uit te leggen waarom dat mogelijk was, waarom het mogelijk werd, wie daar wat in gedaan heeft enzovoorts. Dat is je eerste taak als historicus. Of je er als samenleving of vanuit je rol als burger ook nog een oordeel over wilt hebben achteraf, ja, dat staat je vrij. En ik vind ook dat is ook ieders morele inbreng. Alleen als professioneel historicus ben je in eerste instantie even bezig met die vraag, ja, dat kolonialisme, dat is er geweest. Mensen zijn ooit kennelijk begonnen om andere landen te bezetten of de handelsposten te beginnen. En dat is uit de hand gelopen, dat is van alles geworden. Dat zijn feitelijkheden die je probeert te begrijpen, te analyseren, te bestuderen. Dat is waar je als professional in ieder geval toe geroepen bent. Het oordeel erover, vind ik, is aan anderen. Moet op een ander moment geveld worden. Wat zeg je? Als je over de Duitsers hebt, dan is het fout, toch? Nou, ook als het over de Duitsers gaat, weet je, als professioneel historicus vind je dat als burger of als mens vind je dat natuurlijk misdadig, maar nog steeds wil je gewoon begrijpen, analyseren, onderzoeken hoe dat mogelijk was, hoe dat werkte. Er is een paar jaar geleden een voortreffelijke dissertatie geschreven over SS-baas Rauter, een van de ergste oorlogsmisdadigers hier in Nederland. En ongelooflijk precieze, uitgebreide biografie. En ik heb bewondering voor de auteur die zich jarenlang in zo'n misdadige figuur heeft moeten verdiepen. Maar dat is wat je als historicus ook gewoon doet. Want je wilt ook begrijpen hoe de daders gefunctioneerd hebben, wat hun motieven waren, waarom ze daar eigenlijk toe kwamen. Dat is gewoon van belang. Meneer Mich, we hebben geen tijd meer voor discussie. We hebben nog een borrel, dus u bent van harte uitgenodigd zo. Ja. Remigie, het slotwoord. Nou, nee, mijn slotwoord bestaat er alleen maar uit dat ik bedoel, we maken hier veel los in die discussie. We kunnen dat niet allemaal oplossen, uiteraard niet. Want dat is ook dat is een discussie die buiten deze avond om lang moet doorgaan. Maar ik wil wel heel erg graag de leden van, of tenminste de mensen die zo goed zijn geweest om op daarmee te commentariëren, bedanken. En ik wil ook mensen in de zaal bedanken, niet alleen dat u hier bent gekomen, maar ook dat u een actieve inbreng willen hebben in dit gesprek. Ook al kan dat niet altijd helemaal probleemloos verlopen. Ik wil u hartelijk danken. We hebben nu een borrel. U bent van harte uitgenodigd. Ik hoop ook dat u allemaal blijft en dat kunnen we verder praten. Dank u wel.